Wat is er aan de hand in DWC Sint-Josef? Jullie voeren vandaag actie? Ja, wij voeren actie en met de cliënten en met de ouders. En met alle sympathisanten van Sint-Josef, omdat wij mensen tekort hebben. 40 in totaal, dat is heel veel. En wij zouden die graag zo vlug mogelijk echt bij hebben. Wij komen hier vragen waarom dat jullie hier vandaag op de actie zijn. Mag ik dan aan jou vragen, waarom ben jij hier? Het is duidelijk, wij eisen meer personeel. Vrij duidelijk, hè? Ja, wij eisen dus inderdaad veel meer personeel, want wij hebben een heel groot tekort aan personeel. En dat is niet oké, hè? Het is zowel een probleem voor de bewoners, de gebruikers, als voor de personeelsleden. Ja, dat vind ik wel, ja. Inderdaad. Het is altijd vice versa dat het werkt, hè. Als het niet goed is voor personeelsleden, is het ook niet goed voor ons mannen en andersom ook niet. Wie bent u en waarom bent u hier? Ik ben de mama van Zakaria en Ayoub Alali. Ik heb er dus twee op school. En ja, met dat personeelstekort leiden onze kinderen er zelf onder. Dan krijgen die niet al die therapieën, niet al die zorg. Vandaar. Dus ik ben blij om dit meegemaakt te hebben. En ja, hoe meer mensen er waren, dat heeft me ook ontroerd. Warm,